Van harte welkom bij deze rally-update van het Tielse EB Rally Team, waar de strandrace van IJmuiden centraal staat. De allereerste dag van het Nederlands kampioenschap offroad racing in IJmuiden in het weekend van 18 en 19 maart begon stormachtig. De strandrace IJmuiden vormt samen met Havelte en de Bayer Deutschland het Nederlands kampioenschap offroad racing. Ilko Becker reed afwisselend met Sijbrand Boy en met zijn zoon Filip als navigator op deze snelle proeven van het Kennemerlandstrand. Na afloop van de eerste dag spraken we met Ilko over de dag en vroegen we hem hoe de nieuwe versnellingsbak in zijn wagen werkte. Jammer dat het weer een beetje tegen zat, maar ja, als het maar droog is en het zand is nat, dan kunnen we maar tekeer gaan. Helemaal goed. Wat waren de snelheden zo'n beetje? Nou, ik heb gehoord dat er één auto de 200 aantikte op het strand. Andere auto rond de 165 en wij hebben boven de 105 km per uur gereden. Ja. Okay. Je hebt al eerder met een Sadef bak gereden, ja. Bevalt goed? Ja, dat bevalt heel erg goed. Ik ben blij dat wij in onze eigen auto ook een Sadef bak krijgen. Sijbrand heeft er nu net ook mee gereden en die zegt ook van wauw, dat is echt heel wat anders. Ja, je bent zo weg, hè? Die trappen ertussen zijn veel korter. En het is even tikken en je bent er weer weg, dus je hebt eigenlijk helemaal geen gat ertussen zitten. Heerlijk. Ja. De vaste navigator Sijbrand Boy kroop dit keer ook achter het stuur om feeling met de nieuwe wagen te krijgen. Dat beviel hem goed. Ik heb vandaag inderdaad ook heerlijk een heat kunnen rijden. Natuurlijk de eerste drie heats samen met Ilko Genaert Geert hier in IJmuiden op het strand. Fantastisch gereden. En zojuist samen met Philippe, de zoon van Ilko, in de auto gezeten. Ik gereden, hij genavigeerd voor het eerst. Ging perfect. Wat ik hoor is dat we de vijfde, als vijfde binnen waren. Dus ik ben heel benieuwd. Ik vond het heel leuk. Het was voor het eerst dat ik met een Sadef-bak reed. Eigenlijk lange tijd ook zelf niet gereden in een rallyauto. Dus het was even wennen, maar ja, het was mooi. Mooi om te doen. Ik denk dat Philippe kan uitgroeien tot een hele goede backup. Laten we niet zeggen vervangen natuurlijk, maar een backup voor mocht ik een keer een rally niet kunnen gaan rijden. Denk wel dat hij de potentie heeft, ja. Nou is IJmuiden niet heel ingewikkeld natuurlijk om te navigeren. Maar goed, je hebt een hoop tellen, je hebt verschillende routes die je moet gaan rijden. En dat gaat hem uiteindelijk toch wel opleiden voor het echte navigatiewerk. De dag begon stormachtig. Het was al voorspeld, maar toch kwam de regen en wind als een minder plezierige verrassing voor de deelnemers. Met name het natte zand zorgde voor een extra uitdaging om de wagens in goede conditie te houden. Voor velen betekende dit dat ze de hele auto bij iedere servicebeurt moesten uitspuiten. Ronald Scholderman werkte nog hard aan de nieuwe wagen van Becker. Scholderman bouwt de nieuwe auto van het EB Rally Team bij 4x4 Centrum Ermelo en gebruikte de strandrace IJmuiden als shakedown om de auto te testen. De wagen is nu al voor 99% klaar voor de Dakar Rally 2018, waar het Tielse team aan gaat deelnemen. Op zondag reed Becker zelf in zijn nieuwe wagen en dik tevreden was hij. Goed, Ronald? Ja. Ja? Ja, boven verwachting. Oké, okay. Dat is een goed antwoord. Dat is mooi. En met de laatste anderhalve ronde zitten we bij hem. Dat is mooi, hè? Dat is het leuke van zijn jokerlaat, dat je elkaar later dan toch... Je bent kwijt voor je gevoel. Voor je gevoel ben je kwijt. En dan kom je dan aan het laatste dan toch samen aan. Dat is wel leuk. Ja. Hey, maar het pakt het makkelijk, hè? Die auto die landt gewoon super mooi. Ja. Ja, een geslaagd evenement, de strandrace in IJmuiden. Met aansprekende deelnemers als Tiel de Rooij, Versluis en Schoones Dakar. Met name bekend van hun deelnames aan de Dakar Rally. Het team kan tevreden terugkijken op deze strandrace met een verdiende vierde plek in het NLT1-klassement en was vijfde overal.